Ik sprak ex-minister Penu gisteren, vanmorgen. Ik heb hem gewoon naar zijn mening gevraagd. Van minister, kunt u zich terugvinden in de verklaring van onderwijs? Onderwijs zegt, we gaan op en rondom de scholen proberen zaken in place te brengen. Zodat ook uw aanpak zijn. Het is goed om te luisteren naar... Ik heb ook minister Ori gebeld hoor. Of geappt gisteren om hem te vragen van... Ik wil met u praten hierover, uw mening. Dat was gisteravond. Hij heeft vanmorgen gereageerd. En hij heeft gezegd dat hij na 3-4 uur vandaag beschikbaar is. Maar het is een tijdloos onderwerp. Dus ik hoop dat we ook de minister iets kunnen laten zeggen. Nou, niet iets zeggen, maar tenminste ons een gevoel kan geven, kan overtuigen dat vanuit de overheid, vanuit de regering, er alles aan gedaan wordt om herhaling van dit soort van excessen te voorkomen. Laten we luisteren naar wat ex-minister Penu ons gezegd heeft vanmorgen. Goed luisteren. Ja, en ik ben een beetje slordig geweest. Onze verontschuldiging hoor, de fout is niet eens. We gaan ex-minister Penu gewoon weer iets laten horen, want ik heb een verkeerd knopje gedrukt. Daar gaan we dan weer. Nou, er zou in feite dus, behalve dus dat je de veiligheid zou opvoeren op de scholen, zou je ook maatregelen of laten we zeggen additionele trainingen moeten geven aan leerkrachten op school, bijvoorbeeld trainingen als EHBO, want als iemand beschikte over EHBO-technieken, misschien was deze leerling niet overleden, maar wat ik tevens ook zou doen, is dat de wachters, die in feite veelal ontbreken op de scholen, dat je dat stukje moet gaan optimaliseren, want ik weet dat heel veel scholen chronisch gebrek hebben aan wachters. En ik weet dat de wachtmeester kwam voor 's avonds om op de scholen te waken. Maar je zou 's morgens dus nu ook de wacht moeten zetten op de scholen bij de poorten. Zodat je niet zomaar indringers krijgt van buiten. Ja, ik moet u wel zeggen dat de jongeman niet op school is neergestoken hoor. Maar ergens over straat. Oké, en ook al is het buiten, denk ik ook ten eerste dat het ook moet liggen aan de opvoeding binnen de scholen. Ik denk dat leerkrachten wel genoeg doen om kinderen te kunnen vormen. Maar dat ook een invloed uitoefenen op het gedrag van hun kinderen die ze thuis hebben. Dus ik denk dat als ouders optimaler met hun kind praten over het een en ander, dan zouden deze zaken geminimaliseerd moeten worden. En ik denk dat de politiebewaking buiten de scholen en rondom de scholen ook wat optimaler moeten zijn nu. Ja, maar zij heeft zijn akkoord, want onze jeugd was niet zo. Wat is er aan de hand? Nou, is... Ik denk, Limbo, er is wat moreel verval. En dat is allemaal een beetje te wijten aan de chaos binnen ons onderwijs. Ik denk dat als het curriculum ook strakker was,
had je ook meer van deze excessen kunnen voorkomen. We weten dat we situaties nu hebben. Vroeger was het zo, als je je kind op de lagere school of op de MULO plaatst, gaat het kind niet tussendoor wanneer het kind vrij is op straat lopen. De controle is nu minder. Nu zie je dat MULO-scholieren dat wanneer ze reeds vrije uren hebben op scholen, kunnen ze al het schoolterrein verlaten. Dus al deze regels moeten bekeken worden. U zegt een belangrijk ding. Dus als leerlingen 1 of 2 lesuren vrij zijn, dan moet staatscoren. Ja, want vroeger was het altijd zo op de lagere school als de MULO. De leerling ging niet buiten het schoolterrein. Het was altijd de regel dat al is de leerling 1 of 2 lesuren vrij, dan gaat een andere leraar invallen om iets anders met ze te doen. Maar nu zie ik dat een paar regels zijn overboord zijn gegooid. Dus wanneer leerlingen nu vrij zijn, dan zijn ze gewoon al buiten de school of op de straten. En dat moet een beetje ingedampt worden met wat regelgeving binnen de scholen. Aan de andere kant heb je ook gedemotiveerde leerkrachten, heer Panu. Ja, sowieso. Kijk, de economische crisis, sowieso, dat is mijn mening als gewezen minister van Onderwijs. De leraren pinaren vreselijk. En het is erg dat de situatie ook maakt dat leraren gedemotiveerd zijn voor de klasse. In 2015, toen ik aantrad als minister van Onderwijs, heb ik additioneel de salaris van de leerkrachten opgetrokken. Het was bijna met 200% verhoogd. Maar nu met al die verhogingen en de devaluatie is het salaris bijna niks nu. Soms omgerekend al voor een leraar van de middelbare school is het salaris al, als je het omzet in Amerikaanse dollars, is niet meer dan $200. En als zo'n leraar nog moet surviven, moet denken aan zijn eigen kinderen thuis, die hij moet verzorgen, hij moet denken aan de huishouding, dan frustreert zo'n leraar. Ik zeg, er zijn zaken die de minister direct kan aanpakken. Natuurlijk moet de minister het administratieve van zijn ministerie goed beheersen en kennen. En je kan leraren tegemoet komen met een aantal zaken. En het gaat om de creativiteit die de minister moet tonen om de leraar tegemoet te komen. U zegt zaken die hij dus nu niet zou kunnen aanpakken, Welke zaken? Dus ik heb het over van, kijk, leraren krijgen veel al over, bijvoorbeeld, kijk, bijvoorbeeld, je hebt leraren in het binnenland die klagen over de onderwijstoelagen. Ik bedoel, met een overuren betalen regelingen, met een lesurenvergoeding, kan je die zaken oplossen. Dat hoef je niet naar de regering te brengen om dat structureel met de regering te bespreken. Je kan binnen het administratief gedeelte van het onderwijs, kan je een aantal zaken voor ze bewerkstelligen. Maar je moet het administratieve van het onderwijs goed kennen om uiteindelijk leraren tegemoet te komen. Ja, maar daarbij, bij dat proces heb je toch wel uiteindelijk ook die push van jouw collega van Financiën nodig, of niet? Ja, kijk, als het binnen de personele sfeer is, dan handel je het als minister af. Als het andere gelden zijn bijvoorbeeld die te maken hebben bijvoorbeeld met salarissenverhogingen, dan ga je naar de minister van Financiën. Maar binnen de begrotingsruimte van het ministerie heb je mogelijkheden om leraren tegemoet te komen. En dan moet de directeuren van het ministerie de creativiteit hebben om de minister de mogelijkheden te tonen om in te komen. Terug naar de leerlingen. We hebben al een hele poos situaties van vechtende leerlingen. Dan kwamen er ouders bij, dan weer andere groepen. En we hebben het zo vaak besproken van laten we die dingen in de gaten houden. Helaas is nu iemand komen te overlijden. Een mensenleven is er aangegaan. Hebben wij met z'n allen gefaald, heer Panu? We hebben totaal met z'n allen gefaald. Ik bedoel, dat je nu hebt dat leerkrachten vechten met ouders en leerlingen erbij in een schoolsituatie. Dat heb ik 3 maanden teruggezien. Betekent dat er iets structureel, fundamenteel fout is in ons onderwijs en aan de opvoeding van de kinderen? Dus de ouders gaan niet vrij uit?
De ouders gaan niet vrij uit. Waar, kijk, het eerste milieu waar het kind wordt opgevoed is het gezin. Daar leer je het kind morele waarden en normen. Het tweede milieu is de onderwijssituatie. Daarbij heeft de leerkracht een opvoedende taak en een doseervak inhoudelijke taak. En het derde milieu is waarbij de kinderen omgaan met hun klasgenoten. Dus als die relatie verstoord is, dan is er een fundamenteel probleem in ons onderwijs, toch? Als een leerkracht met een ouder komt vechten, en die leerkracht leent zich ook nog om te vechten, dat betekent dat er daar gezagsverhoudingen verstoord zijn. Wie geeft nou het goede voorbeeld? Wat moeten we als natie doen? Zouden we niet bij één moeten komen om te zeggen van, dit mag zich niet nog een keer herhalen? We moeten bijeenkomen om ons heel onderwijs te evalueren en om alle gezagsverhoudingen die verstoord zijn geraakt te herstellen. We gaan een totaal nationaal conferentie moeten voeren over de problematiek die zich voordoet. Want nu is de situatie eerst geweest, vechtende ouders met leerkrachten. Nu is een kind overleden. Ik hou mijn hart vast dat de volgende situatie niet wordt dat iemand met een machinegeweer komt en kinderen neerschiet. Als taferelen die zich in Amerika hebben voorgedaan in andere landen. Dat betekent dat er iets fundamenteel fout is binnen ons onderwijs. En dat moet betekenen voor minister Ori een wake-up call dat we nu moeten ingrijpen. Ja, eigenlijk voor de hele regering. En de president voorop. De hele regering. Ik bedoel, als we situaties hebben in de DNA, waar mensen soms zich niet eens goed kunnen uitspreken met woorden als implementatie. En een parlementariër die niet het woord kan uitspreken, maar een schema zegt maar een sausje. Hoe wil je nou dat kinderen ook zeggen, ik ga studeren om goed een parlementariër te worden? Dat zijn fundamentele fouten in ons land. Wanneer we ook DNA-leden hebben waar in feite hun scholing ook ten onder is gegaan. Leerlingen zeggen nu, waarom moet ik gaan studeren? Ik van mijn DNA, ik maar een sausje. Ja, dan. Is toch zo, meneer Limburg? Ik heb het toe gehoord, ja. Dus ik bedoel, we zijn toch fundamenteel met iets structureel fout hier in het land bezig? Hoor ik u zeggen dat we de kinderen slechte voorbeelden geven? We geven kinderen slechte voorbeelden, ja. De basis van een goede maatschappij begint vanuit een opvoeding vanuit de regering naar beneden. Maar als je nu ook staken ziet wat er voldoen vroeger in onze tijd, meneer Limburg. Ging je naar een feestje om 8 uur en je was 10 uur of 11 uur al thuis. Nu zie je jongeren pas 11 uur op straat gaan en zijn 2 en 3 uur ochtend thuis. Kabula dansen, alle soort dansen die men wil plaatsen onder kunst en cultuur. Als je het thuis in je vierkamer wil doen, dat is jouw zaak. Maar zo smerig bezig zijn, ik bedoel, wat voor opvoeding geven we? Feesten worden georganiseerd in Suriname, beginnen pas 11 uur 's avonds. Ik maak zaken mee, ik ging een avond voor het eerst naar een mall en ik zie jongeren van 16, 15, 17 jaar 11 uur 's avonds op straat tot 3 uur in de ochtend drinken met bier en alles. De sociale controle moet opgevoerd worden. Ja, de vrije opvoeding is te vrij geweest. Ik bedoel, vrije opvoeding. Daarom heeft Langeveld gezegd, wanneer een kind geen goede begeleiding krijgt, geraakt het kind in chaos. Dat is wat nu gaande is. De vrije opvoeding maakt dat kinderen denken dat ze ook volwassenen zijn en kunnen zeggen wat ze willen. Ik zeg ook, we moeten mondigheid niet inperken, want mondigheid is ook goed. Maar mondigheid heeft toch een raamwerk waarbinnen je beweegt. Het is niet grenzeloos. Het is niet grenzeloos. Want wanneer u deze situatie ziet, meneer Limburg, Limbo. We glijden af, we gaan dieper gaan. We hebben situaties dat kinderen nu op scholen komen met houwers en messen. Maar als je van huis uit vertrekt, ouders hebben toch ook een controlerende taak? Vroeger was het zo, Limbo, als je leerkracht nakiwan klap,
een ouder jere, een ouder en nakkie bij jou een klap. Nu is het anders. Leraar moet durven je een klap te slaan. Moeder en vader komen je nog aftakelen. Maar... alles heeft te maken nu met het herstel van het fundament van onderwijs. En dan moet de minister bikkel genoeg zijn om dat fundament te kunnen herstellen. Ja, dat zou eigenlijk zijn eerste opdracht moeten zijn. Dat is zijn eerste opdracht. Niet makkelijk. Ik ga u eerlijk zeggen, meneer Limburg, als ik daar zou zitten, dan zouden die leraren en die, ik bedoel de studenten, ook twee keer nadenken om bij mij een nonsens uit te halen, hoor. We kennen u als korte met de harde taal. Ja, het is law and order. We hadden dat incident gehad waarbij ouders en leerkrachten en kinderen op de vuist zijn gegaan. We hebben geen enkel fundamentele verklaring gehoord van de minister van Onderwijs. Het leek alsof het niemand interesseerde. Goed, het is... het komt niet uit de mond van de eerste, de beste. Het is Robert Penu die zegt, we moeten gaan sleutelen aan het fundament van ons onderwijs. We moeten ook sleutelen aan het fundament van kwaliteit aan mensen die we plaatsen, die regeren. Niet alleen die analyse. Je moet eerst respect uitstralen dat kinderen weten wat de waarde is van studeren en opbouwen. En ergens komen op een eerlijke manier. Niet geregeld worden. Ja, dus dat is nu helemaal fout in het land. Ik bedoel, als we nu meemaken dat iemand die niet gekwalificeerd is, wordt directeur van een bedrijf. Wat voor respect willen we uitstralen om aan mensen te zeggen, u moet studeren om de top te bereiken. Nu zien we een ander verhaal. U hoeft niet te studeren, maar u wordt beleidsadviseur en adviseur. Nou, blijkbaar hebben we het heel lang fout gedaan in Suriname, no? We hebben het heel lang fout gedaan. Nu hebben we een andere situatie ook. Mensen die niks weten van een bepaalde post, die geen affiniteit hebben met een bepaalde post, hebben een verantwoordelijkheid op een bepaalde post. Ik bedoel, je kan mij toch niet vragen om directeur SLM bijvoorbeeld te worden. En ik weet niks over vliegtuigen en motoren. En daarom zeg ik, wanneer wij in een land ordening willen, laten we werken aan de kwalificatievereisten van een ieder. Wat moet een DNA-lid bezitten om de job in de DNA goed te doen? Wat moet een minister bezitten om zijn job goed te doen? Wat moet een directeur van het departement bezitten om inzichten te hebben om het uitvoeringscapaciteit van het ministerie beter te doen? Dan gaan kunnen we al deze excessen minimaliseren. Te beginnen... We moeten afstappen van, I me love you, my you want post. Zo werkt het niet meer. Maar eerst te beginnen aan een profielschets voor de... Laten we aan een profielschets werken. Laten we weten, wat willen we als profiel als een president van een land? Juist. Wat willen we als profiel als een vicepresident van een land? Liever hadden we dat eerder gedaan, hè? We moesten het al lang gedaan hebben, want we gaan dieper en dieper de put in. Goed. Wanneer de man komt uit Nederland, en ik neem Nederland niet als voorbeeldfiguur. En iemand komt uit Nederland en is minister. Die man prijkt niet met zijn titels dat hij professor-doctor is. Want in Suriname denken we eerder, als je een titel hebt, ben je geweldig. Er is een verschil tussen bevoegdheid en bekwaam. Je bent bevoegd, maar super onbekwaam. Maar wanneer die man uit Nederland komt, heeft die man zo'n bagage dat die man het hele ministerie als een manager kan draaien. Niet als een parnassie, als een winkel of een bakovenindustrie. Maar hier in Suriname kijken we alleen naar Amas Milobamang. Amange prijs me de hemel in, dus mijn potaman tapwaan kost. Maar in tussentijd, a heer ministerie, na a heer directoraat en vadom. We zijn zo diep gevallen dat je nu, als je op een directoraat aankomt, dan moet je een directeur die zijn eigen directoraat niet kent. Not anosabi. Het is niet eens brandhout, het is nat hout, want je kan met nat hout zelfs niks doen. Dus dan zijn we toch fundamenteel diep gevallen, toch Limbo? We vallen nog. We vallen nog. Uno vena diepi fa petit ete.
Ja, goed, heer Robert, je wordt er nogmaals niet blij om, maar we moeten toch uiteindelijk eens de koe bij de horens vatten en doen wat we moeten doen om te redden wat eigenlijk morgen van ons moet overnemen. Hoor. We moeten onze kinderen redden. Ja, maar kijk, we zijn na 2019 hebben we COVID gehad. Wat zien we nu, meneer Limburg, in het onderwijs? Kinderen die niet eens kunnen lezen en schrijven nu. Kinderen die gewoon overgaan, maken geen enkel moeite meer om leerstof zich eigen te maken. Leraren die gedemotiveerd raken en uit het onderwijs stappen, want die no mamoro. Ik bedoel, als je minister bent van onderwijs, ga naar dat veld. Teka waka. Golukusa epsa. Wees geen minister in je kamer vanuit de Ivoren Toren. Ga op het veldje oriënteren. Durf maatregelen te treffen. Heb een mening. Als we zelf het NOS-journaal halen, meneer Limbo. En men zegt, hele scholen in Pontbuiten, Abrabroti, zitten met kinderen vol met analfabeten. Dat zijn we toch diep gevallen? In wezen heeft COVID ons overvallen en... want ik wil niet eens zeggen dat beleid zo slecht was. Misschien hadden ja. al de actoren van dat beleid beter moeten afstemmen, zodat het resultaat beter was, toch? Meneer Limburg, alles kan, maar je moet voorwaarden stellen. En wanneer je deze situatie krijgt van COVID, het kan je overkomen. Maar jij bent als minister van Onderwijs de kwaliteitsbewaker van het onderwijs. Jij moet een besluit kunnen nemen hoe jij de kwaliteit van je onderwijs bewaakt. Kijk in Nederland. Men heeft toch alles gedaan om toch nog de toetsen intact te houden om de kwaliteit en het niveau van de leerlingen te meten. Hier gooien we alle toetsen overboord. We kijken niet naar de voorwaarden binnen een schoolstructuur. We hebben geen orthopedagogen, we hebben geen psychologen, we hebben geen leerlingbegeleiders. Maar we zeggen gewoon, we gooien toetsen overboord. Iedereen gaat gratis over, zo noem ik dat. Iedereen overstroomt. En wat zien we nu gebeuren? Leerlingen in een klas die uiteindelijk leerstof niet hebben, wat ga je krijgen? Die leerling gaat vervelen. Want die leerling begrijpt die leerstof niet. De leerling gaat uit die klas weggaan of gaat uit die klas weglopen. Dat is de anarchie die we nu hebben. In al die tijd dat ons onderwijs dieper daalt, is er ooit in de DNA een discussie gevoerd over ons onderwijs naar waartoe we gaan? Niemand heeft over onderwijs gesproken. Het enige wat ik hoor praten in de DNA, oil and gas, oil and gas. Grondproblemen, oké, dat is er. Maar wanneer gaan we een fundamentele discussie voeren over ons onderwijs? Maar nu praten we ineens over leerjaar 11, binnenkort leerjaar 12. Maar niemand heeft in het parlement gezegd welke richting ons onderwijs op moet. Hoe zal onze onderwijsstructuur en kolom eruit zien? Maar elke minister komt en doet maar wat nu. Heeft Poney ook maar wat gedaan? Nou, ik heb gezorgd dat wat er was, heb ik de kwaliteit behouden. Je kan elke verandering willen doen, meneer Limburg, maar veranderingen gaan gepaard met geld, know-how, investering in je leraren en investering in curriculum en scholen. Wanneer we in een crisis verkeren en we hebben dat geld niet, moeten we niet willen toveren. Nou, het was een waar genoegen om u aan die telefoon te hebben. Meneer Penu, ex-minister, onderwijskenner. Laten we hopen dat we genoeg lering trekken uit de dingen die we verkeerd aanpakken en dat we inderdaad als natie een antwoord weten te vinden op het gedrag, wangedrag van sommige van onze kinderen. Meneer Limburg, we moeten ook in staat zijn als we minister zijn van het onderwijs, als we een fout hebben gedaan, moeten we ook mans genoeg zijn om te zeggen, we hebben een fout ondergaan en we gaan het herstellen. Maar we moeten niet utopisch zijn, ijdele tuiten zijn en denken dat wat we zeggen, dat is het. We moeten het onderwijs wel betrekken in onze besluitvorming. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Limburg. En een fijne tijd verder. Ja, fijne dag. Doei. Ex-minister van Onderwijs was dat Robert Pené. Zijn eigen manier natuurlijk, zoals hij praat. Heeft me laten lachen. Zeg, sommige mensen zijn niet eens brandhout, zijn nathout.